basisketting van halve stokjes opzetten. Als het patroon vraagt, zet de ketting op en daarna alleen maar halve stokjes. Kun je het ook op deze manier doen. Het gaat een stuk sneller en een stuk flexibeler. Je neemt weer draad uiteinde tussen twee vingers. En de rest daar. Je neemt je haaknaald onder je werk. Je draait met de klok mee. En je pakt je lus op. Zo heb je eerste steek. Dat doe je nog een keer. Heb je de twee. Draad omslaan. Dan ga je naar de eerste steek, daar pak je twee lussen op. 1 en 2. Draad omslaan om je naald, doorhalen. Nog één keer doorhalen en dan door alle drie heen. Draad omslaan. Ga je het werk draaien, dan heb je hier een veetje, daar ga je doorheen. Zie, veetje. Draad om je naald heen, doorhalen. Eerst door 1 halen en dan door alle 3. Nog een keer. Omslaan, door je 2 steken heen, draad doorhalen. Eerst door 1 en dan door alle 3. Omslaan. Hier werk je draaien, heb je hier 2 lussen. Draad ophalen. Eén keer en doorhalen. Nou zijn deze veetjes hier functionerend als je basisketting van lossen. En deze hier is je halve stokje en dan heb je een ketting gemaakt en halve stokjes in één steek. Het voordeel hiervan is dat het aan beide kanten bijna gelijk rekbaar is. Als je een ketting maakt, zal je vaak zien dat het werk gaat bollen. Bij deze een ketting van halve stokjes.